Look for the silver lining whene'er a cloud appears in the blue. Remember somewhere the sun is shining, and so the right thing to do is make it shine for you, a heart full of joy and gladness. We'll always banish sadness and strife, so always look for the silver lining and try to find the sunny side. Welkom, of welkom iedereen op deze derde museumnacht. Mijn naam is Van Eyck, dat is de leider van Heden. En ik de derde museumnacht. Het thema van de museumnacht is Local Heroes. Ik heb even over na moeten denken, maar toen Nabakko, Piet van de Heuvel, bij mij naar boven kwam, is hij daar eigenlijk niet meer uitgebreid. Ik denk dat Piet er al met recht een local hero genoemd kan worden. We zijn er mee aan de slag gegaan en het resultaat ziet u hier. Er is straks vanavond live safe drukken op aanvraag. Je kunt je eigen t-shirt laten safe drukken met een local hero. Er zijn twee ontwerpen. Er is een ontwerp met Nabakko en er is een ontwerp met een kop van Gerard Verhet. Die zijn voor 10 euro te koop en dan kun je een shirt erbij krijgen. Maar ook je eigen t-shirt even uitleggen en dan safe drukken ze dat gewoon live. Nu even naar Piet van de Heuvel, Nabakko. Bijzondere kunstenaar, benaderd kunstenaar, een echte local hero. We hebben hier een prachtige verzameling bij elkaar gezet. Ik wil ten eerste alle ruimleengevers van harte bedanken voor de medewerking. En zeker ook de zoons van Piet, Daan en Jasper. Voordat ik het woord wil geven aan Ingrid Vollema, die wat herinneringen zal gaan ophalen. Piet. Ik wil nog even een paar bijzonderheden uit de tentoonstelling aan u laten zien. We hebben daar in de hoek een aantal tekeningen. Ik denk dat deze hele serie amper tentoongesteld is geweest, misschien wel niet. En we zien daar rechts een aantal modeltekeningen van Thea. Dat is Thea is zijn vrouw. Prachtige lijntekeningen. En heel bijzonder dat we die hier hebben. Daarnaast heb ik u twee schilderijtjes afgebeeld, waar Piet ook afgebeeld staat. En dat zijn de schilderijen van Thea, dus door Thea gemaakt. En je ziet dus hier dat ze elkaars inspiratie waren. Prachtig afgaan, hè, uit de jaren 70. Zo zie je ze niet veel meer in het straatbeeld. Ik denk dat ze allemaal vergaan zijn. Dan hebben we hier nog een hele interessante mededeling in een schetsboekje van Piet. Er staat hier 15 april, vliegtuig Canada. Nou, we kunnen hier allemaal zien hoe gefascineerd Piet is door vliegtuigen. Maar bij mijn beste weten is hij nooit in Canada geweest met een lijnvliegtuig. Ik heb hem laten vertellen dat hij hooguit wel eens een keer een rondje boven Rotterdam heeft gemaakt in een vliegtuig. Maar, dus zijn fantasie was ongebreideld. En dat lijkt wel een dagboek aantekening. Hè? We gaan naar Canada. En dan ten laatste hebben we hier nog een bijzonder werk staan. Een bijzonder werk dat een hele reis heeft gemaakt. We hebben een aantal werken achterstevoren gezet. Ja, dat mag natuurlijk eigenlijk niet doen, maar bij het werk van Piet zul je zien dat de achterkanten vaak net zo mooi, niet mooier zijn als de voorkanten. Dus we hebben het ons toch even aangewaagd om een aantal mooie achterkanten te laten zien. Deze is wel heel bijzonder. Dit is het werk dat heet Nabakko. Volgens Piet door Daan zijn zo'n verzonnen naam, Nabakko, een mooie samenstelling. Dit werk heeft een bijzondere reis gemaakt. Het is in de BKR aangeschaft door het Rijk. Daarna bij Artotheek Den Haag in de collectie terechtgekomen. Daar kun je zien waar de nummer staat op Artotheek Den Haag op. Op een zeker moment is het werk afgestoten. En naar Piet teruggegaan. En via Piet is het naar Daan gegaan. En daar heb ik het weer aangetroffen. En nu is het weer hier terechtgekomen. Dat is een mooie cirkel. En het bijzondere dat het bij ons in de collectie is geweest. En eigenlijk jammer dat het hier is. Graag wil ik nu even het woord geven aan Ingrid Rollema. Ingrid,
Jij gaat wat verhalen. Ik vind het bijzonder dat jullie de naam Local Hero hebben gekozen. Want ik kan me herinneren op de academie, op de paviljoensgracht, dat Piet was bij ons. En hij had natuurlijk overal zetten die zijn tag door heel Den Haag. En op een gegeven moment kwamen dus echt hele mooie meisjes, die kwamen aan de deur. En die zeiden, wij zijn op zoek naar Paco. En we zouden hem graag willen leren kennen. En dan zei ik, ja maar je zegt hij, hoe weet je dat het een hij is? Misschien is het wel een zij. Ja, ze zei, dat denken we. Ik zei, maar weet je dan niet hoe hij of zij eruit ziet? Dan zei die meisje, nee, maar we willen. En, maar Piet zat aan tafel, die zat alleen maar zo van... die vond dat geweldig dat daar meisjes voor hem aan de deur kwamen. Maar de eerste keer dat ik Piet heb leren kennen, ik was 16 toen ik Piet leerde kennen. En dat was op de Vrije Academie met George Lampen. En ik hoorde een ongelooflijke partij herrie beneden. En ik zag een George die werkelijk uit zijn oren klapte, want dat was er gebeurd. Piet was vroeg naar de academie gekomen. Waarschijnlijk, achteraf gezien, heeft hij zich gewoon laten instuiten. En hij had het toilet beplakt en hij aan de binnenkant. En hij was dan, dus je kon daar al niet meer op zitten. Die bril was helemaal vastgeplakt. Maar ook de deur was helemaal dichtgeplakt. Dus George had een soort vreemd privilege dat hij een eigen toilet had. En die stond daar zo nergens heen te kunnen. En die was zo verschrikkelijk pislink. En ik zag er dus een hele mooie man staan. Met prachtige jaspertje, prachtige grote bruine ogen, in een ontzettend mooie getailleerde jas en met een vloeren kraag. En die stond daar gewoon helemaal niks te zeggen, maar een beetje hemels te kijken. Zo van, begrijp het niet. En George die spuwde werkelijk vuur. Dus hij werd ook meteen van de academie gesodemieterd. En dat geeft een band, want ik weet dat Anton Martineau na een flinke boksles ook van de academie is gesodemieterd. En ik ben ook samen met Armand Perrinet ook van de academie gestuurd. Dus dat is dan wel leuk. En iedereen kwam ook weer terug. Dat is ook zo aardig van weggestuurd worden. Dat je het later goed kan maken. Toen hebben we dan zie je elkaar en dan levens gaan door. En toen op een gegeven moment werd ik gebeld door een paar mannen van Ernst & Young. En die zeiden, wij zitten hier op het Voorhout. We zien opeens je naam voorbij komen en we realiseren ons dat wij allemaal kennen wij een hele goede kunstenaar en die heet Piet van der Heuvel. En we weten eigenlijk helemaal niet meer waar die uithangt. Zou je willen komen en weet jij het? En toen ben ik, die mannen hadden allemaal veel te veel gedronken. We zijn in een auto gestapt, die hebben ook totaal losgereden. Dat kon allemaal toch nog in die tijd. En ik wist dat Piet, die zat in een kast te plakken bij Ruimtevaart. Die zat achter in een kast met een witte doktersjas. Zat hij daar met potte pindakaas en hoeveel dingen. Zat hij daar alsmaar door te plakken. En toen hebben we gezegd, joh Piet, weet je wat? Kom nou gewoon weer lekker op die academie werken. Piet heeft zo'n enorme werker en ik heb daar zo'n fantastische herinnering aan. Iedere ochtend was de eerste persoon die de academie binnenging, dat was Piet met verschillende kleuren veters in en ging naar boven en annexeerde alles. Want Frans Zwartjes die belde zelfs nog, die zei, twee mannen moet je niet binnenlaten, die moet je nooit binnenlaten. Veel van de kleuren moet je nooit binnenlaten en Piet van der Heuvel moet je nooit binnenlaten. Want dat is het einde, dat is vreselijk. Ja, maar ze waren alle twee, dus dat was heel prettig. En ze hadden samen ook vroeger etalages gemaakt. En wat ik het fantastische van Piet vond, dat hij zat daar al die dingen te maken, te plakken. En er kwamen allemaal mensen om hem heen. En het ging altijd over kunst. Altijd hoe je ook ging praten, het ging meteen weer op. Dat is mogelijk op, dat kunnen we zo doen. Soms kwam hij naar beneden, want het zou niemand ontgaan zijn dat Piet leed aan een chronische vorm van geldgebrek. Kwam hij naar beneden en zei tegen mij, ik heb vandaag zo'n goed gesprek gehad. Ik heb het gevoel dat ik heb lesgegeven. En dan zei Piet, wat kost dat? Hij zegt, vandaag is dat 50 euro. Ik denk dat we dat moeten doen. Dus ik had zo'n zwak voor. Op een gegeven moment kwam hij op die academie en dan had hij een...
liet je op krukken. Ik zei, oh Piet, wat heb je? En toen ging ik iets met hem kopen en ja, opeens ging hij zonder krukken, maar deed hij zo, stapte hij zo de straat over. Ik zei, Piet, wat heb je nou? Wat is dat nou met die krukken? Ik vind dat zo typisch. Hij zei, nee joh, ik heb helemaal niks, maar ik wil gewoon oversteken waar ik wil en direct. Hij had altijd van die dingen. Hij had toen ook de hele tijd dat hij niet dronk. En op een gegeven moment was de situatie op de academie dus daar nog oké. Dat hij vond dat hij dat wel weer eens mocht gaan doen. Dat ze hem ook allemaal nooit vergeten. Toen heb jij hem geadopteerd, want toen kon hij de hoek van de straat niet meer halen, toch? Dat is echt zo. Dat is altijd fantastisch van je. Hij was van harte welkom. Ja. Nee, ik vond het fantastisch, want dan dacht ik, ja, hij kan hier niet om dat alarm wel blijven hangen. En iets anders, dat gaat ook niet. En dan, nou, dat echt vertellen, hè, dan ging hij toch met jouw kind. Dat was echt koud buiten. Ja. Nee, maar ik vond dat echt geweldig. Ik vond dat hij ook een waanzinnige hoeveelheid werk heeft gemaakt in die tijd. En ja, ik heb zo'n warm gevoel dat hij daar, dat jullie vader was echt een man van de kunst. Hij ging daar helemaal op in en niks anders. En iedereen kent mensen vele tientallen jaren. Ik heb hem nog nooit horen rollen. Ik heb hem nog nooit een kwaad woord van iemand horen zeggen. En hij had altijd één vriend en dat was Daan. Dan zei hij altijd, vanavond komt graaf Daan. En dan ging jij voor koken en je vrouw ging er een beetje zorgen dat het daar een beetje nog functioneerde. Maar wat ik leuk vind om aan jullie te zeggen, als ik aan een kunstenaar denk, dan denk ik aan jullie vader. Dat die, ik denk, zo worden die mensen te zijn. En voor de rest heeft iedereen last van hem gehad. Want ik denk wel, met kop soep bij Her. Dan kwam hij weer met een vliegtuig aanschouwen, want ik heb Her horen gillen. Geen vliegtuigen meer, maar ik stik erin. Weet je wel, je krijgt het zo. Er was ook altijd wat. En wat er was, was toch eigenlijk hartstikke goed. Dus wat dat betreft mogen jullie wel heel erg trots op hem zijn. En we hebben natuurlijk ook allemaal zijn begrafenis meegemaakt. Maar het was toch ook wel fantastisch dat we zo die kist die jullie zo stonden te beschilderen. Al die mensen eromheen, al dat eten, al dat drank, al die dagen stond dat dan maar zo. Daar kan ik wel een beetje enge stem van krijgen. Maar goed, dat was een beetje mijn herinneringen. Maar jij hebt natuurlijk die waanzinnige herinneringen in die boerderij. Dat was natuurlijk de enige boerderij in Den Haag of zo, waar ze woonden. Ja, heel bijzondere plekken. Ja, en dat zijn ook, ik heb net al de hele dierbare herinneringen. Vooral die eerste. Jij hebt weer over de late tijd, ik heb het over de vroege tijd, de feesten, met André. Dat we dus daar in de Zuiderstraat, in de prachtige boerderij. Het is onvoorstelbaar dat in Den Haag was een boerderij uit de 15e eeuw. Ja. Met alles erop en eraan. En het is gewoon tegen de grond gegaan. Het was zo prachtig. Met waterput in de kelder. Ja, het is echt ongelooflijk. Maar met Thea, Piet, dat was zo dierbaar. We hebben zo'n ongelooflijke tijd. Ik zei net met André dat we op de Liberator, of Piet was een grote motor, dat we met z'n drieën, met Piet, Thea en ik, op dat zadel zaten. En dat we dan huppel in brug gingen. En Gouda gingen. En ik zei net André op te halen. Dat was een café in Gouda. En dan kon je toen van 38 cent een biertje drinken. En overal kostte het 50 cent. Wij gingen naar dat café. En dan gingen we naar Reewijk, we bleven slapen. En dan gingen we zwemmen in de rivier, in het meer. Maar het zijn zulke dierbare herinneringen. En natuurlijk, er was een feest. En wie speelde op de piano? Hein Spulzer, dokter Anders Peen. Daar ligt daar weer een vrouw in het kapportaal. Dat waren zo. En dan vuur van een vuur spuiten, het is zo. Ik ben toevallig vanochtend was er een opening in de Haagse Kunst in het gemeentemuseum over de Happy Days. Dat
is ook een beetje nostalgisch, maar dit ook was echt dan hadden die feesten en die tijd daar in, op dat plein, daar bij in dat huis, zo. Ja, jij noemde net een paar keer André, maar André is dus de broer van Piet. En daar is toch wel enige gelijkenis, is daar toch wel aan de hand, zou ik kunnen zeggen. Wonderful days. Ja. Maar goed, in ieder geval, jullie zijn ook toch, jij bent toch, Jasper, toch wel een beetje plakken, knippen, tekenen. Ja. Toch wel? Ja. Jullie zitten namelijk op Schiphol natuurlijk. Dat doel om veilig te maken. Toch bij de vliegtuigen, hè? Dat is geen bol. Ja, niet zichtbaar natuurlijk hoor. Nee, maar het is wel frappant. Vind ik dat zo. Dat zo. Zullen we. Ja. Ik ga je bedanken. Ik ga jou bedanken. Er zijn vast nog wel heel veel andere mooie verhalen. Ik heb er ook heel veel gehoord door bij alle bezoeken die ik heb gebracht. En wellicht moet het ooit eens een keer opgetekend worden, maar dat zal nog even in het verschiet liggen. Ondertussen geniet van een drankje en van de tafel wil jullie hartelijk bedanken. A heart full of joy and gladness will always banish sadness and strife. So always look for the silver lining and try to find the sunny side of life.